Weet je wat het voordeel is als je vrouw ziek is? Mandy zeggen ze iets. Zo lekker rustig. En Sam? Mama is zo lekker rustig, hè? Kijk, dat bedoel ik. Wat zeg je, schatje? Ik hoor je niet. Nou, ik geniet van de rust. En dan zullen ze zo allemaal wel weer gillen. Ja, Jordi is ziek, mama. Ik hoor wat je zegt, toch? Liam is ziek. Maar Liam is nog de beste van het stel. Joef, jij bent niet ziek. Eraf. En Sam is het ziekste, denk ik, van allemaal. En Joep zit te vervelen. Dus dat is dat zieke boeg hier. Maar ik ga eens kijken wat de avond brengt. Ik was in ieder geval al vroeg begonnen vandaag. Om 3 uur begon Sam te huilen. Toen heb ik hem weer getroost. Hij heeft 2 uur op mijn buik geslapen. En toen was het 5 uur. En toen had hij honger. Toen zijn we eigenlijk maar beneden gegaan. En toen heeft hij een flesje gedronken. En toen heeft hij 2 uur op mijn buik gelegen hier op de bank. En ik heb een beetje Videoland gekeken. En ja, toen begon hij te krijsen. Toen had hij koorts. Dus Jordi was wel naar school geweest. Maar die blijft de rest van de week ook thuis. Dus alle afspraken zijn geannuleerd. Goedemorgen. Ik heb mijn stem nog eenmaal terug. Maar als ik mezelf rustig hou, dan lukt het wel. Ik ben ook echt ziek. Maar goed. Kindjes zijn ook nog steeds ziek. Jordi is gisteren wel naar school geweest. Maar die heeft nu echt buikgriep en verkoudheid. Dus die, ik weet niet. Gaat niet goed mee. Liam gaat het iets beter mee, maar die heeft ook nog steeds buikgriep. Sam slaapt eindelijk weer, want die was echt, was gewoon niet grappig vanochtend weer. Dus die heeft ook weer alles bij elkaar gespouwd. Ik heb gisteravond heb ik een hele hoop geëdit. Maar ik moet nog eventjes verder editen. Dat probeer ik vanavond te doen als het rustig is hier. Anders kan het niet. Dan denk ik ook dat ik gewoon een week ga achterlopen, zeg maar. Dat is gewoon fijner met editen. Maar goed, ik stop nu ook weer met praten. Want meer komt er niet uit. Ik voel me zo goed. Maar ik ben toch mama, dus ik kan niet ziek zijn. Nou, Liam die lag in bed, helemaal over de zeik, maar ze hebben ook scheiterij en rode kont, dus hij had een beetje gepoept. Hij werd helemaal gek, dus ik heb hem weer naar beneden gehaald. Hij wil niet meer naar boven toe, dan wordt hij helemaal panisch. Dus ik heb hem maar hier met al zijn vriendjes neergelegd. Dus dat is nu de situatie daar. Dan ga ik nu Sam doen, een flesje geven. En dan ga ik Jordi doen. Want Jordi die had ook overgegeven. Dus daarom zit hij nou zo, want alles zit in de was. Dus het is. Ik heb Niels ook gevraagd of hij naar huis wil komen. Want ik zeg: dit gaat hem zo niet worden. Ik trek het gewoon echt niet, want ik ben zelf ook ziek. En hij moest nog een auto afmaken en dan komt hij naar huis. Dus dat gaat hij doen. Tussendoor moet ik nog even door blijven wikkelen. Liam krijgt zijn zin niet. Ze is nou boos. Maar gelukkig is papa er om het op te lossen. Hè papa? Mm-hmm. Juist. Maar ik ben dus niet lekker. En als je niet lekker bent, moet je altijd eten waar je zin in hebt.
Ik had zin in Doritos. Ja. Dus ja. Ik geef Chippy zeker. Niels. Ja? Is leuk om papa te zijn? Zeker. Ja? Ook 's ochtends om 5 uur. Ook wanneer ze ziek zijn? Ja, nou, even wel. Na 2 liggen te slapen en de ander nog vrolijk is. Ja. Ik kan je vertellen dat het straks niet zo leuk was om moeder te zijn. Nee. Niels is niet voor niks thuis gekomen. Die is met Sam net nog even bij de huisarts geweest. Omdat Sam piepte. En we toch zeker wilden weten dat er geen... longontsteking. Precies. Maar dat was niet gelukkig. Het zit echt bovenin. Geluk bij een ongeluk. Vind ik dan. En ik ben nu eten aan het maken. Weet de aardappel anders met rode bieten en schele mussen. Schele vinken, waar je dat ook van wil maken. En je hebt heel veel luiers al verschoond, hè? Mm-hmm. Yes. Dus dan gaan we dadelijk eten. En dan gaan de kindjes allemaal de douche in. En dan kijken we alweer waar het schip stond. Op dit moment is Jordi je vroos aan het kijken. Jordi, ik weet dat je rode kont hebt, maar je gaat terug zitten. Zitten. Goed zo. Een bank is namelijk om te zitten en niet om te staan. Nou. Ik ben met de 3 kinderen in bad en douche geweest. Alles laten lekker laten stomen. En ze liggen nu alle 3 te slapen. Jordi en Liam. Dat zijn net bavianen. Zelfs hun ballen zijn rood als een kreeft. Dat is gewoon echt niet grappig. En die zijn ook echt zo aan de scheiterietes. Maar ja, hè, het zij zo. We doen ons best voor ze. Sam die heeft ook wel iets of wat rode balletjes en een rode kont. Dus ja, hè. Dat krijg je als je ziek bent, met tandjes bezig bent, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Nadat ze naar bed zijn gegaan, ben ik gaan editen. Ik heb ook muziekensoep geëdit. Dan moet ik alleen nog even voice-overen. En voor de rest ben ik hier nu even aan het opruimen. Niels is even vuil wegbrengen, want ja, hè, als je heel veel met het kindje bezig bent, dan blijft dat opstapelen. En wij moeten dat naar een ondergrondse brengen. Of ja, moeten... we hebben ervoor gekozen om daarna een ondergrondse te doen. Die staat nu even wegbrengen. Daarna gaat hij even met Joef wandelen. Ik ben hier ondertussen gewoon even aan het opruimen. Enzovoorts, enzovoorts. En voor de rest, Het is vandaag dinsdag. Ja, het is vandaag dinsdag. Dus ja, in ieder geval. Dat is wat nu de situatie is. Ik heb trouwens ook een zelftest gedaan. Er kwam geen corona uit. Het is gewoon echt een virus. Dus, ik ben wel besmettelijk, maar niet met corona. Ik ga sowieso niet de deur uit, dus dat scheelt. Goedemorgen. Ik heb wel op zich goed geslapen. Sam is 1 keer wakker geweest. Die heeft dus zijn tut gegeven. En... die is eigenlijk weer gaan verder slapen. Dus die heeft eigenlijk vanochtend eens een keer goed geslapen. En Jordi is wel wakker geweest vannacht. Maar die heeft Niels gedaan. Die had gescheten. En aangezien hij aan de scheiteritis is. Dat dus. Liam die heeft ook goed geslapen. Die krijgt nou zijn flesje. En ik ga zo Sam zijn fles geven. Jordi is nog niet wakker, dus die laat ik ook gewoon slapen, zolang die slaapt. Tja, zolang je ziek bent, slaap je maar lekker. Maar ik ben wel echt oververmoeid, dat wel. En lekker voel ik mij ook niet. Ik heb iemand wakker gemaakt. En terwijl ik hem optilde uit bed,
is het in mijn rechter, net onder mijn rechter schouderblad geschoten. Tering. Oh. En ik moet hem, omdat hij dus geen zetpil mag, moet ik hem zeg maar zijn paracetamol in zijn fles doen. En hij krijgt ook antibiotica voor maaglediging. En die krijgt hij nou ook nog. Zijn macrogol krijgt hij nu niet, want het scheidt water. Maar goed, hij wil niet drinken. Dus nou heb ik, ik had 120 gemaakt en hij heeft nou nog 20 over. Dus ik heb er 100 ingekregen. Dus hij heeft iets van vocht binnen. Ja, dat betekent dat hij dus 20 milliliter met zijn antibiotica en zijn paracetamol niet binnen heeft. Maar ja, het zei zo. Ik ga ook niet drammen, want dan is het daar weer kitsen. En daar heb ik geen zin in. Ik heb trouwens mijn nagels gisteren eraf getrokken. Dat is gewoon wat hygiënischer. Dus dat dus. En ik heb echt veel pijn. En ik moet nog zijn luier gaan doen. Dus ik ga ze dadelijk fruit maken voor Liam en voor Sam. En ook voor Jordi. Maar voor Jordi krijgt het iets anders. En voor de rest, dat zei ze. En Sam gaat helemaal stuk om Jordi. En waarom, weet ik niet. Hij ligt daar gewoon maar. Wat is het, Sam? Ben je aan het lachen? Ik ben blij dat je weer lacht. Dat is wel even geleden. Maar je moet je broer niet uitlachen, hè? Je moet hem toelachen. Laten we daarvan uitgaan. Ja. Nu die ligt hier. Hij voelt zijn eigen gewoon echt niet lekker. En dat snap ik ook. Ze hebben mezelf namelijk aangestoken. Dus ik snap precies hoe ze zich voelen. Alleen ja, wat er in mijn rug is gebeurd, dat ik hoor niet goed ervan. Hè. Er komt elke keer iets bij. Bij Jordi hangen momenteel de vellen gewoon serieus aan zijn billen. Want hij is zo erg aan de scheiterietjes, dat is gewoon echt niet grappig meer. Toen Jordi klein, echt klein was, toen is hij een keer opgenomen geweest met een vorm van het RS-virus. Het was meer een broertje of zusje ervan. En toen heeft hij een bepaalde antibiotica gekregen waar hij gigantisch van aan de scheiterietjes ging. En toen hing ook de vellen aan zijn kont. En dan is het zo dat Jordi wel vaker zijn kont op heeft liggen, maar niet zoals hij nu heeft. Dus ik had de kinderarts opgebeld en de assistente die zei, ja, dat duurt 1 tot 3 dagen. Het is in ieder geval zinkoxide, bla 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 bla. Ik zeg, ja, schrijf het anders voor, dan weet ik zeker hoe en wat. Ja, dat duurt 1 tot 3 dagen. Nou, ik zeg, weet je wat, doe het maar. Dus ik de apotheek opgebeld, die, waar wij altijd bij zitten, en die kennen mij inmiddels. En die weten ook echt wel dat als ik bel, dat ik niet bel voor iets, zeg maar, wat voor de grap is. En toen zei hij tegen mij van, ja, ik denk dat ik snap wat jij bedoelt. Hij zegt, jij bedoelt, hij noemde niet merk hoor, jij bedoelt dit. Hij zegt, dat is een pasta. Daar zit 600, ik denk microgram, / gram, weet ik het. In ieder geval, dit is wat ik bedoel. Hè? Want ik heb het net gelijk uitgeprobeerd. En ik ga het jullie even demonstreren wat ik daarmee bedoel. Kijk, Jordi heeft nu natuurlijk allemaal rondjes dan aan zijn kont zitten. En bij Jordi doe ik het met een handschoen hoor. Want je krijgt de bekant niet van je vingers af. Nou is het zo dat als jij dit zeg maar op je huid krijgt, dan vormt het een soort van tweede laagje. Dan zal ik het even hier demonstreren. Je smeert het. En het droogt in principe. Het wordt niet zeg maar droog droog. Het is meer zeg maar een laagje dat zich weer verspreidt. Kijk, want nu heb ik het hier ook op mijn vinger zitten en ik kan gewoon zo doen en het wordt gewoon verspreid. Maar blijft hier wel zitten. Dus dat is het voordeel. Maar ja, dit krijg je er natuurlijk niet zomaar vanaf. Want kijk, ik doe het nou met mijn andere vinger. Het is gewoon echt, het zit gewoon nou helemaal vol.
Maar dan heb je zoete olie nodig. En dat is meestal archaïde olie. Maar je kan ook van Zwitser gewoon de huidolie pakken. Is mijn ervaring in ieder geval. En dan doe je wat op een doekje. Ik heb hier wat olie op een doekje. En dan smeer je het zo weer eraf. Dus dan is het gewoon eigenlijk in principe weer weg. En zo kan ik Jordi dan nu eventjes gaan verzorgen. En Jordi wil op dit moment ook niks drinken. Hij wil helemaal niks. Dus ja, omdat hij dus daar last van heeft. Dus ik ben met toetjes bezig, met appelmoes bezig en alles. Ik heb zelfs zo'n pijnstilling in de toetje gedaan. Dus ja, ik ga het heel even doen. Maar ik wou het even aan jullie demonstreren. Want als je kindje echt zo'n rode, of ja, bondjes aan zijn kontje heeft of aan haar kontje heeft, dan is dit gewoon echt een oplossing. Dit vormt gewoon echt serieus een tweede soort huid. En ja, het zorgt ook gewoon dat het gewoon ja, goed is. En als je het gewoon eraf haalt en er weer opsmeert bij elke nieuwe luier, is het gewoon hygiënisch en schoon. Oh, trouwens, wel handschoenen erbij gebruiken. Niet doen zoals ik het heb gedaan, want dan kun je continu met olie bezig blijven. En dat is ook niet echt aan te raden. Maar ik wou het even jullie laten zien zonder handschoenen, zodat ik het beter kon demonstreren. Sammetje slaapt. Liam slaapt nog. Jordi heb ik even in bed gelegd. Het kind ging net helemaal... en hij is gewoon niet lekker en moe. Ik heb hem even in bed gelegd. Ik hoop dat hij gewoon zijn rust even krijgt. Oh, ik ben zo klaar nu, hè. Maar ik ga ook even op de bank zitten. En zodra ik even de keuken opruimen. Want dat heb ik niet meer gedaan. Want ik ben continu bezig geweest. Maar ja. Ik heb wel even gegeten net. Dat heb ik wel gedaan. En ik ga nu eventjes bankzaken doen. Want... oh, mensen. Kijk, als een gewoon normaal kind ziek is, dat is zwaar. Mijn kind met Down, oei, 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 oei. Maar goed, het is zo als het is. Ben je wakker? Hé, hey, dat is een scheetje. Zal mama je uit bed halen? Zoals jullie weten is deze papegaai wakker. Hij slaapt nog. En hij heeft net zijn eigen weer helemaal leeg gescheten en gekitst. Dus ja. Ik heb even zijn shirt uitgedaan en even lekker onder een tekentje gelegd. Want Jordi vindt dat ook wel fijn, hè? Jordi is lief, hè, Liam? Hm? Ja, kun je toch nog lachen als mama dit doet? Nee, nee, nee. Laat je broer met rust. Jij bent nou niet meer zo ziek, hè? Nee. Nou is Jordi heel ziek. Ik zei toch al dat het de roer van het huis was? Oh, ik ben nu echt even helemaal klaar. Ik heb 2 keer kots van de hond geruimd. Echt, het is nu 5 uur. Ik ben niet aan koken toegekomen. Het is nu 5 uur. Ik heb vanaf 3:15 ben ik bezig met... kots ruimen, scheid ruimen. Ik ben dan een stuk door bezig geweest. Gewoon alleen maar met kots, scheid en snot en jankende kinderen. Ja. De hond had ook al overgegeven. Dus die is denk ik ook ziek of zo. Nou, dan moet ze maar even 24 uur niks eten.
prima. Maar hij heeft in de waterbak van Joef zitten speulen. Dus hij was zeiken nat. Ik denk dat ik een half uur met hem heb gestaan op de aankleedkussen. Dat er continu alleen maar scheid kwam en scheten kwamen en alles. Ja, prima. Is niet erg. Maar je bent wel even een half uur zoet. Nou, dan heb je hem net zijn luier aan. En dan komt de rest nog, hè. Want vervolgens zit hij net. En dan hoor je weer luier vol. Prima, kan hem weer. Dus zijn kont is echt zo rood als een kreeft met vellen eraan. Echt niet meer grappig. En hij heeft ook gekitst. Tussendoor nog een fles gehad. Weer gekitst. Dus ik weet het even niet meer. Ik weet echt even niet meer. Ik ben echt even klaar. Ik ga wachten op Niels totdat hij thuis is. Dan mag hij mee de kinderen eten geven. En dan kijken we wel de kinderen de douche in. En kijken of we ze naar bed krijgen. Liam en Sam die liggen al op bed, zijn ook al lekker gedoucht en alles. Jordi is net samen met papa in de douche geweest. Lekker even je blote billen laten luchten. Kom op, we gaan! Wat is het, jongen, hè? Vervelend allemaal, hè? Dan krijg je dadelijk nog een fles. Dat doet papa met hem. Mama doet niks meer. Mama doet alleen nog maar knuffelen vandaag met hem. Hè? En dan gaat hij daar ook naar bed. En dan ga ik dingetjes doen hier.